Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video vrijdag. Mijn naam is Britt, eigenaresse van de video agency Boon Productions. En vandaag ga ik je vertellen wat de belangrijkste onderdelen zijn van een goede videostrategie. Voordat ik verder ga met mijn verhaal, is het belangrijk om te weten dat ik inga op een aantal essentiële onderdelen van een videostrategie, maar dat ik niet alle onderdelen ga vertellen. Ook om de video een beetje compact te houden, ga ik dus niet in op elk onderdeel. Een van de belangrijke onderdelen van een videostrategie is natuurlijk dat je omschrijft voor wie jij de videostrategie gaat schrijven. Wie is jouw doelgroep? Hoe oud zijn ze? Waar wonen ze? Wat interesseert hen? Hoe consumeren ze het liefst video? Dat zijn allemaal hele belangrijke onderdelen om op te schrijven voordat je gaat beginnen. Een videostrategie maak je natuurlijk voor een specifieke doelgroep. En daar ga je uiteindelijk ook je videocontent op aanpassen. Dus voordat je ook maar iets op papier zet, ga eerst de doelgroep heel erg specifiek omschrijven. Naast je doelgroep is het belangrijk om je doelen te formuleren. Vergeet dit niet. Want als je je doelen formuleert, weet je gewoon waar je naartoe wil werken. Waar ga je naartoe werken in een jaar? Welke doelen wil je precies bereiken? Is dat in de vorm van het aantal abonnees? Wil je engagement rate verhogen? Of heb je meer conversiegerelateerde doelen? Dus dat zijn hele belangrijke dingen om van tevoren vast te gaan stellen, omdat je daar je strategie op aan gaat passen. Bovendien is het goed om te doen, omdat je aan het einde van een jaar kan kijken of je strategie die doelen heeft behaald. En zo niet kan je ook gaan kijken, hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het volgend jaar wel gaan halen? En hoe komt het eigenlijk dat we het niet hebben gehaald? Als derde is het belangrijk dat je gaat nadenken over pijlers of thema's waarin je video's gaat maken. Dit is belangrijk om te doen, omdat je anders lukraak video's gaat maken en ze eigenlijk totaal niet met elkaar in connectie staat. En waardoor je eigenlijk alleen maar losse video's hebt die niet onderdeel zijn van een echte strategie. Ga kijken naar thema's die bij je merk of bedrijf passen en ga kijken hoe je binnen die thema's video's kan gaan maken. Wat je verder niet moet vergeten als je aan de slag gaat met een videostrategie is de videoplanning of een contentplanning. Welke video's ga je het komend jaar maken? Ik begrijp dat je nog niet compleet kan bedenken, oké, zo gaat de opbouw van een video eruit zien. Maar je kan wel al kijken naar bijvoorbeeld welke maanden je aan de slag gaat met bepaalde thema's. En wat de videovormen gaan zijn die bij deze thema's aansluiten. Ook weet je van tevoren natuurlijk al heel erg goed welke dagen er aan gaan komen in een jaar. Bijvoorbeeld als je wil gaan inspelen op feestdagen, lanceringsdata. Of je weet misschien ook al welke belangrijke gebeurtenissen er aan zitten te komen het komend jaar voor je merk of bedrijf. En daar kan je al op in gaan spelen in zo'n jaarplanning. Op het moment dat je een jaarplanning maakt, zul je zien dat je veel gerichter aan de slag gaat met je videostrategie. En daarmee ook video's produceren. Plus je kan ook eerder signaleren wanneer je een video moet gaan maken of wanneer een productiehuis de opdracht moet gaan geven om een videoserie te gaan bedenken, ideeën te pitchen en daarmee voorkom je weer dat je heel erg strak tegen de deadline gaat aanwerken. En last but not least, de distributiestrategie. Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw videostrategie een groot succes gaat worden? Ga nadenken over je owned views, je paid views en je earned views. Welke kanalen heb je en wat kan je gaan inzetten? En op wat voor manier kan je het gaan inzetten? Dit is echt heel erg belangrijk, want als je niet gaat nadenken over een distributiestrategie, is de kans groot dat je strategie gaat mislukken en dat je je doelen niet gaat behalen. Goed, dit waren een aantal onderdelen van een videostrategie. Nogmaals, dit zijn niet alle onderdelen van een strategie. Als ik een videostrategie schrijf, is het natuurlijk veel uitgebreider. Dan ga ik bijvoorbeeld ook kijken naar wat voor video's je tot nu toe hebt gemaakt. En hoe die hebben gescoord en wat we daarvan kunnen leren. Ik ga kijken naar een concurrentieanalyse, kijkgedrag, beste uploadtijden. Nou, dus veel uitgebreider. Maar toch hoop ik dat je wat in deze video hebt gehad en dat je voor het komend jaar voorzichtig aan de slag kan met het formuleren van een strategie. Als je daar nog hulp bij nodig hebt, laat het dan vooral even weten. Stuur me dan een mailtje op onderstaand e-mailadres. En dan reageer ik natuurlijk erg graag. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Laat vooral even weten wat je ervan vond. En vergeet niet om te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Tot de volgende keer. Doei!